Assembléeleden willen dat de regering meer ondersteuning biedt aan de gemeenschap, gezien de benzineprijzen weer zijn gestegen. NPS-parlementariër Gregory Rusland haalde aan dat diesel wel wordt gesubsidieerd, maar dat het nu tijd wordt dat de regering ook kijkt hoe ze kan inkomen voor gasoline. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi wil dat de minister van Financiën en Planning komt uitleggen wat de regering te maken heeft met de brandstofverhogingen. En ik wil toch wel aan de regering vragen, voorzitter, dat ondanks het feit dat we zeggen van ja, het volk wordt al gesubsidieerd, de mensen worden aan de pomp gesubsidieerd en dergelijke, om toch nog te kijken, omdat we een situatie hebben dat internationaal, als we kijken naar de samenleving, dan zien we dat dus vanwege de koers en dergelijke prijzen enorm hoog zijn. De salarissen hebben geen gelijke tred gevolgd met de prijzen in de winkel. We moeten dus gaan naar een stabiliteit waarbij de mensen hun eigen geld kunnen verdienen en weer normaal hun producten kunnen kopen in de winkel en ook olie. We zijn nog niet zover. Dus ik roep de regering op om in deze fase ervoor te zorgen dat er toch extra ondersteuning naar het volk toe komt. Dat men kijkt hoe men het volk kan helpen om die benzineprijzen toch wel aan te kunnen in deze moeilijke situatie. De minister van Financiën is hier om aan te geven waarom die prijsverhogingen, voorzitter, van brandstof, voorzitter. En wat de regering daarmee te maken heeft, voorzitter. En hoeveel subsidie de regering geeft op brandstof per liter. Ik heb begrepen dat de subsidie gemiddeld 5-6 SRD per liter is. Ik weet niet of dat juist is. Maar de regering is hier en kan de regering aangeven. Kan de regering ook aangeven, voorzitter, of we nog government take betalen of brandstof, of we dat niet betalen. In welke mate en welke voorzieningen heeft de regering getroffen om die samenleving te beschermen, voorzitter. NDP-assembleelid Anissa Di vroeg in hoeverre het controlemechanisme van de regering op pomphouders actief is. Ze wijst erop dat bij verhogingen pomphouders vroeg de deuren sluiten, waardoor er chaos ontstaat. Aziz Kumar Gayadin van de VHP haalde aan dat ze begrijpen dat de verhogingen komen door de wereldmarktprijs, maar voegde er gelijk aan toe dat de controle in Suriname moet worden opgevoerd. Komewijnen was gisteren chaos. Mijn vraag is, hoe komt het dat pomphouders al vroeg hun pompstation sluiten? Ja, dat het volk daarop niet voorbereid, wordt er toezicht daarop gehouden? Of willen ze alle voorraad voor die dure prijs ook verkopen? Maar voorzitter, wat ik wel zie, en daar wil ik de minister van Financiën en de centrale bank en de banken vragen, dat we zien dat oliemaatschappijen prijzen hanteren hier. En als we die prijzen vergelijken, dat ze in staat zijn zelf op de markt hogere koersen aan te bieden om op te kopen dan er normaal bankkoers gehanteerd wordt, voorzitter. Dat wil zeggen dat men enorme winsten maakt. Dus ik wil naar de prijsvorming vanuit de import wel vragen dat de regering daarop let, voorzitter. De DNA-leden spraken gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée.